Patrick Loenen, namens DVS TV, van harte gefeliciteerd met deze wedstrijd. 3 punten. Ja, dankjewel Piet. Heb je genoten? Ja. Dit was denk ik een van onze betere eerste helften. Maar ik heb ook tegen Rijnvogels genoten. Tegen Dovo was het moeilijke omstandigheden. Ja, we hebben niet de laatste 3-4 weken niet zoveel verkeerd gedaan. En dat hebben we ook op gehamerd. We gaan nog geen andere dingen doen. We hebben wel iets anders gedaan vorige week. Een nuance aanpassing om misschien nog meer controle over de wedstrijd aan de bal te hebben. Maar ja, wat verschilt tussen vandaag en de vorige week is dat we ergens een keer scoren. En daarnaast vond ik de eerste helft waren wij echt wel dominant. Ja. Ja. Ja, en toen scoorden we niet. Nee, hoe is het mogelijk, hè? Ja, weinig geluk. Nee, geluk. Ja, op een gegeven moment schieten we, er wordt verrichting veranderd, staat er daar 1 op de doellijn. Ja, elke verdediger die daar staat, verklaar je voor gek en hij staat er. Ja, maar wat moet ik ervan zeggen? Ja, iedereen die samenvatting nog niet heeft gezien of de wedstrijd, en die is het interview bekijkt. Die denkt van ja, waar gaat het over? Maar als je de samenvatting hebt gezien, dan weet je genoeg natuurlijk. Vind je ook dat het door een bepaalde verandering in de opstelling het betere voetbal naar voren kwam? Nou, ik vond de vorige wedstrijd ook hebben we ook meer gecreëerd. En ook bijna niks weggegeven. Maar alles wat we de laatste weken tegenkrijgen, vliegt erin. En wij weten de mooiste kans om zeep te helpen. Nou, vandaag, ik dacht dat het niet erger kon. Vandaag was het nog erger. De eerste helft 2 keer op de paal. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ja, Stef, die precies in de handen van de keeper staat. Ja, maar niet. Het maakt niet uit wie er voor de goal komt. Wij scoren gewoon moeilijk. En ik denk dat je doelt op Stef in de spits. Daar hebben we deze week heel goed over nagedacht. Kijk, als er eentje over het algemeen makkelijk scoort, is normaal Stef het. En als je hem ergens anders op het veld neerzet, dan is de afstand naar de goal is groot, wordt hij de assistman. En nu hebben we ervoor gekozen om hem zo dicht mogelijk in de buurt van de goal te laten spelen. Dat als we kansen krijgen, dat hij ze krijgt. Omdat we denken dat hij op dit moment het makkelijkste scoort. En je kan over hem doorvoetballen. Dus ja, dat zat erachter. En dat het uitpakt, ja, hetzelfde gaat scoren we weer niet, ja. Ja, precies. Ja. We werden een beetje meegeholpen door de keeper natuurlijk. Die overigens een hele goede partij keepte van Dem. Maar ja, dat geluk moet je dan ook wel weer hebben. Geluk, ja. Ja, net een verkeerde paas. Tuurlijk, maar heeft hij alle geluk van de wereld. Ja, maar het inzicht van Stef was natuurlijk fantastisch. Kwaliteit. Dat hij gelijk verzilvert. Dat is kwaliteit. Zeg, dat moment. Dat is kwaliteit. Ja, en het tweede doelpunt was natuurlijk uit het boekje. Ja, want ik dacht eerst dat we hem voor zouden geven. Tweede paal, die konden we binnenlopen, maar hij werd heel goed teruggelegd. Ja, die ging er ook in. Dus we maakten er in 1 keer 2, Piet. En uit die omschakelmomenten had wat meer ingezeten, denk ik, hè? Ja, zo nu dan. Ja, maar dan zie je wel natuurlijk dat we gaan op 2 gedachten hinken. Ergens zit het wel, doet het iets met je, hè? Dat je zoveel weken, we hebben geloof ik 6-7 wedstrijden niet gescoord. Dus ja, onder andere streep willen ze dat ook gewoon over de streep trekken. Dan zijn we, ja, maar ik ben in de laatste 4 weken vechten ze, strijden ze. Ze doen er alles voor. Dat zat het vandaag ook. Hè. We hebben volgens mij de eerste 45 minuten lang druk gegeven. En dan uiteindelijk beloont het. Ja. Terwijl Dem toch in de tweede helft nog redelijk gevaarlijk werd. Zo nu en dan. Of ja, niet? Ja, maar je kan ook niet 90 minuten lang. Maar wat hebben ze nou echt gehad? De eerste helft konden ze een breedte bal spelen. Die gaven ze niet goed. Daar waren wij slordig. Maar wat hebben ze nou echt gehad? Die erin moet. Is er een bal van hun geweest die erin moet? Nee, niet veel. Nee. En hebben wij iedere week een paar van. Ja. Het was voor het publiek ook een zeer aantrekkelijke wedstrijd, denk ik. Ja, ook maar door de vele ruimtes die er kwamen. Ja, wat mij opviel in het publiek. We hebben natuurlijk ook als wedstrijden was het allemaal minder aan de bal ook. En dan hoor je het ook. Hè, dan beginnen ze te zeuren. Dat begrijp ik ook deels. Maar wat ik vooral vandaag, het zei ik ook in de rust in de kleedkamer. Het leek wel of men met ons meeleefde. We voetbalden goed. We deden er alles voor. Maar die bal ging er niet in. En ik proefde een beetje in het publiek van, ja, weet je, het is ook triest ook. Hè? Het werd ook gegund. Dat was helemaal geen negativiteit. Iedereen had wel zoiets van, waarom gaat hij er nou niet in? Dus dat gevoel had ik. Hè? Misschien heb ik het verkeerd, maar dat voelde ik sfeer. Gewoon. Ja, dat klopt. Ja, maar dat ook klopt. Gewoon het meeleven. Ik denk als we vandaag 1-0 hadden verloren in de laatste minuut. Ja, ik weet niet of men het ons had verweten. Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Denk het ook niet. Nee. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel, met deze overwinning. Yes. Lekker. 3 punten. En nou een serietje. Hè, Patrick? Ja, we gaan ons best doen, Piet. Oké. Okay. Yes. Succes verder. Okay. Maarten van Dijk. Waarom ben je uitgeroepen tot Man of the Match? Ja, dat is een goede vraag, Piet. Ik ga er niet over.
ik denk ja, eerste helft dat we, of tenminste dat ik aan de bal wel goede dingen liet zien. Een paar keer kan natuurlijk altijd beter, maar ja, het is ook wel even wennen. En tweede helft was echt strijdvoetbal. Dan vind ik dat over het algemeen wel leuk, dus misschien daarom denk ik. Ja, en ik vond je ongelooflijk gretig. En je zat overal bovenop. En dat is heerlijk om te zien. En dat snap ik natuurlijk ook wel. Een beetje revanche gedachte voor jezelf? Ja, ergens misschien wel. Ik denk dat ik de laatste week sowieso al heel gretig op de training ben. Ja, ik wil gewoon spelen natuurlijk. En ja, de laatste week is dat wat minder geweest. En ja, ik had er ook echt zin in vandaag, moet ik zeggen. Ja, Adriaan is gebaseerd, dus ik had al een vermoeden dat ik zou starten. Ja, ik had er zin in. Ik was gretig en ja, ik wilde er wel spelen zoals ik eigenlijk altijd speel. En ja, gelukkig ging dat redelijk goed vandaag. Dat ging inderdaad heel erg goed. Is Adriaan Kruijsheer ernstig geblesseerd? Weet je niet? Volgens mij niet. Nee. Ik dacht dat hij last van zijn rug had en dat het al stukken beter ging. Dus ik denk dat hij maandag hervat, maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Oké. Je staat hier met een heel ander gevoel dan verleden week. Toen je 2 minuten of 3 minuten voor tijd nog mocht gaan invallen. Volgens mij doet dat ook wat met je, of niet? Ja, het maakt je wel nog scherper natuurlijk. Ik bedoel, ja, niemand die wil voor 2 minuten invallen. Eenmaal als je het weer hebt gezien in Veenendaal, dat was niet best. Ja, en dan in blessuretijd invallen. Ja, ik ben dat misschien ook niet echt gewend de afgelopen jaren. Dus ja, daarom is het extra lekker dat ik nu 90 minuten in de benen heb. En het redelijk goed ging. Je hebt een donders scherp antwoord gegeven. Wat vond je zelf van het spel? Kun jij je voorstellen dat het voor het publiek een hele aantrekkelijke wedstrijd was? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we heel veel kansen hebben gehad. Ja, wat ik net ook al zei, eerste helft speelden we redelijk goed. En net die eindpaas die niet scherp was. Of net even het balletje op de paal. En ja, ik denk geen geluk. En ik denk als je dan maar blijft doen, dat op een gegeven moment gaat hij wel vallen. In de tweede helft ja, was het meer strijdvoetbal, wat ik zeg. Maar dan maken we de kansen wel. In de tweede helft vond ik de wedstrijd redelijk in balans. Alleen ja, wij stonden voor, dus dat is extra lekker. En daarom misschien aantrekkelijk. Het leek in de tweede helft wat chaotischer. En daardoor hele opwindende momenten, denk ik. Hè? Ja, dat komt misschien ook omdat we hebben natuurlijk die overwinning hard nodig. En op een gegeven moment sta je 1-0 voor, het is de 70ste minuut. Ja, zij willen ook, zij gooien allemaal spitsen erin. Ja, dan krijg je misschien ook een beetje heen en weer voetbal. Maar ja, ik denk dat we uiteindelijk daar goed gebruik van hebben gemaakt. Door toch de kans die we krijgen te maken. En daarom denk ik ook dat we uiteindelijk verdiend gewonnen hebben. Oké, heel goed. En nogmaals, een heel goed weekend gewenst en gefeliciteerd nogmaals. Ja, komt goed. Dankjewel, Piet.